Ondertussen is Mozes bij Jethro in dienst gekomen. Hij zorgt voor de schapen van Jethro. Op een dag is hij met zijn schapen op stap als er iets wonderlijks gebeurt. Luister, wie bent u die tot mij spreekt? Kom niet dichterbij. Doe je schoenen uit. Want de grond waarop je nu staat is heilig. Ik ben de God van je vader Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb gezien in welke ellende je voorbrengt. Ik heb met gebeden van moeite en verdriet gehoord. Ik weet hoe moeilijk het is. Daarom heb ik besloten om ze uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ik wil het volk brengen naar een land dat vol is van melk en honing. Daarom stuur ik je naar de farao. Jij moet mijn volk uit Egypte weghalen. Maar, Heer, wie ben ik? Dat ik naar een farao zou gaan. En hoe volk zal weghalen met Egypte? Ik zal bij je zijn. En als je het volk uit Egypte hebt bevrijd, zullen jullie mij op deze plaats aanbidden. Maar als de farao en de Israëlieten mij nou niet geloven, en als ze vragen wie die God is die mij gestuurd heeft, wat moet ik dan zeggen? Noem mij, ik zal er zijn. En zeg tegen het volk en de farao dat de Heer je heeft gestuurd. De God van jullie voorouders. Vertel dat ik de ellende van het volk heb gezien. En besloten hem om hem te bevrijden uit Egypte. Ze zullen me vast niet geloven. Ze zullen niet naar me luisteren. Ik zal zorgen dat je voor hun ogen wonderen kunt doen in mijn naam. Maar heren, ik ben een goed spreker. Ga nu, ik zal bij je zijn. Je broer Aaron is onderweg. En hij zal je helpen deze taak tot uitvoer te brengen. Gaat terug naar zijn geboorteland en de farao.